de tijdsprogrammering beheren. U heeft twee opties om uw cv-ketel in te stellen. De eerste optie is het gebruiken van de instellingenhulp om een wekelijks schema te configureren voor uw cv-ketel. Dit werkt met een eenvoudige vragenlijst over uw gewoontes. Als alternatief kunt u een gedetailleerder schema aanmaken door de cv-ketel handmatig in te stellen. Om dit te doen, klikt u op het klokicoon op het hoofdscherm. Door op een van de dagen te klikken, kunt u het schema voor die dag aanpassen. Voor een schema per uur kunt u de profielfunctionaliteit gebruiken. In dit profiel kunt u de temperatuur aangeven die u wilt gebruiken tijdens uw dagelijkse routine. Indien u een warmwaterketel heeft, kunt u ook aangeven of u deze aan wilt hebben of niet. U kunt nieuwe profielen aanmaken gebaseerd op uw dagelijkse routine. Stel dat er bepaalde dagen van de week zijn waarop u tussen de middag thuis eet. De vastgestelde profielen kunt u toepassen op verschillende tijdsperiodes gedurende de dag. U kunt een profiel kiezen en vervolgens de uren selecteren waarin dit profiel actief moet zijn. U kunt ook voorheen ingestelde tijdsperiodes aanpassen of verwijderen. Met de V-Smart-app kunt u uw cv-ketel efficiënt, energiebesparend en kostenbesparend instellen.